lieve mensen, hier spreekt Gerard Joling met een nieuwe video. En wat een lekker krabbetje hier zo. Hallo meneer Krabs, wat heeft u weer een lekker rode getinte huid. Dat zei mevrouw vannacht. Maar dames en heren, welkom bij SpongeBob. Even to the point. Dit is, even kijken, Jellyfish Fields. Moet ik naar de Jellyfish Fields? Ik doe het maar gewoon. Huppakee. We nemen de taxi onder water. We spelen natuurlijk SpongeBob Battle for Bikini Bottom. De slag voor Bikini Bottom tegen de Robottom. En daar hebben we Octo. Oh, wat heb je toch een lekkere grote neus, Octo. Je wordt daar achteraan gezeten met door die flinke robot. Lekker stokje in je reet. En lekker kwalletjes. Au. Octo, ben je oké? Nee, ik ben niet oké. Je neus ziet er nogal groot uit, Octo. Ja, dat weet ik, SpongeBob. Nou prima, het is het doel, het spel heeft een doel in ieder geval. Er komen robotjes en die robotjes zijn gecreëerd door Plankton, geloof ik uit mijn hoofd. En Plankton is altijd de gemene tegenstander van SpongeBob en zit in bijna iedere SpongeBob game wel tegen SpongeBob. Nou, we hebben de taxi genomen en hier is dus het begin van het eerste level. Het is natuurlijk leuk om alles te verzamelen uit die leuke Iki Tiki Doeko Doeko kratjes. Ik noem ze gewoon Tiki kratjes, dat is misschien wat korter. Nou, ik weet niet wat je ze noemt, als je ze maar een naam geeft. En deze tiki-kratjes. Oh, kijk, weten jullie dat nog, jongens? De teleportbox. Dat is die aflevering dat je in die doos zit. Dat ze met die fantasie voor mij. Your imagination, hoorde je dat SpongeBob zeggen. Maar. Ik zag daar een geel puntje. Die moet ik nog pakken, want die tellen namelijk voor punten. Geel is voor mij iets van 10 punten, ik weet niet zeker. Is het 10 punten? Nee, 2 punten. Ik dacht, geel is heel bijzonder, weet je, we lopen helemaal daar naartoe. En zoals je ziet zijn we dus in de Jellyfish Fields. We lopen nu onder water. En zoals je ziet ben ik geraakt door zo'n robot. En mis ik een onderbroek. Ik heb 3 onderbroekjes. En later in de game kan je dat upgraden naar meer onderbroekjes. En hoe meer onderbroekjes, hoe meer je geraakt kan worden door vervelende robotten. Ik voel me als een nieuwe sponge, zegt hij. We gaan even op deze bloem, want dan kunnen we namelijk heel hoog komen, hoop ik. Kijk eens. Hoppakee. En nu kunnen we deze kratjes kapot maken. Zo, we gaan dus door. Zie je, je mag ook niet in het water komen, hè? SpongeBob haat water. Je zou het niet zeggen onder water, maar in ieder geval, het is echt... De SpongeBob logica komt hier terug in de game. Net als in de afleveringen. Zoals ook het wc-papier aan de bomen hangt, zoals je hier ziet. Nou, en we moeten dus die kratjes kapot maken. Ik weet niet of je... Nee, ik kan er niet gaan vallen. Nee, ik ga het risico niet nemen. Ik sla ze maar gewoon zo kapot. Huppakee. Die laat ik gewoon staan. We hebben 125 van die punten nodig om deze oester te vullen. En hierdoor komt er een vliegtuig. Ik weet niet hoe dat ook onder water kan. Je moet niet van die vragen stellen die ik niet kan beantwoorden. Het is allemaal mogelijk in SpongeBob. Nou, deze robot... Wat? Die robot ging gewoon... Ja, dames en heren, die robot viel gewoon even op zijn poepgat. En hier hebben we een grot. Is het een geheime grot? Ja, want daar ligt een sok van Patrick. Ik weet ook niet of we hier de goede kant op gaan, want die sok wil ik zeker hebben. Oké, prima. We hebben dus een sok gevonden. We hebben 2 sokken. Ik heb hiervoor al een leveltje gespeeld, maar die heb ik niet laten zien tijdens de opnames. Want ik wil eerst eens weten wat jullie van deze game gaan vinden. En of jullie dit wel een leuke game gaan vinden. Ik vind dit wel een verslavende game. Ik heb hem helemaal dood gespeeld vroeger. Nooit 100%, want het is echt, echt ontzettend moeilijk bij deze game. Het is ook echt een heel groot spel eigenlijk. En ik hoor een robot, hij komt achter me aan. Je ziet ook aan de SpongeBob op zijn handen dat er iets achter hem aankomt wat hij niet fijn vindt. En we worden weer geraakt. Wat speel ik slecht? Ik speel helemaal niet zo goed, merk ik. Ik moet te veel van die onderbroekjes verzamelen. Super combo. Kwallen kunnen we ook wegslaan, zoals je ziet. We kunnen ze niet vangen, wat eigenlijk wel hoort met dat netje. Kom maar. Huppakee. Dat ging goed. Je krijgt natuurlijk ook andere robot vijandjes. Wat gebeurt hiermee? Zo. Nou, we pakken dat onderbroekje maar niet, wat we daar zien. En we gaan gewoon maar door. Wat is hier aan de hand? Huppakee. En dit valt allemaal op de grond, waardoor we hier op kunnen komen. Zo. En dan kan ik daar naartoe springen. Nee! Nee, maar het lukt gewoon niet. Wat jammer dit. Ik heb er 1 te veel kapot gemaakt. 1 doosje. Nou, dat geeft op zich niet heel erg. Want dan gaan we gewoon door met het level. Ik zie wel een onderbroek hier. Komt u maar. Zo.
Dat liedje zit zo in je hoofd, hè? Het is ook maar een loopje, hè? Altijd die loopjes in die games zitten allemaal lekker in je hoofd geboord. En daar zie je een knop. Dan moeten we denk ik even op klimmen hier en dan even die knop indrukken. Daar gaat hij. En er komen tonnetjes. Misschien moet ik even over die tonnetjes heen gaan. Dus het wordt lekker springen. Huppakee. Nou, het springen... Oh, het springen werkt wel heel goed op zich. Maar die camera werkt soms een beetje tegen. Af en toe een beetje vervelend. Zo. We doen het even... Oh, nee! Kom op, SpongeBob. Kom op. We moeten die sok pakken. We hebben de sok van Patrick. Yeah, 3 sokjes. Van die vieze stinksokken van Patrick zijn dat volgens mij. Pak even deze blauwe ding op. En ook die paarse. Die paarse is dus voor heel veel punten. Ik zie ook dat hier allemaal van die rare vissen komen hier. Wat zijn dat? Van die opgeblazen vissen. Is het Mr. Puff? Of mevrouw Puff? Zo zijn ze iets, toch? Volgens mij wel. Zo, die slaan we kapot. Kijk eens. Opgezwollen visjes komen hier de rots af. En daarom liggen er ook al van die onderbroekjes. Het is level 1, dus ze moeten niet te makkelijk, moeilijk maken voor de mensen. Wacht even tot het kanon... Kunnen we het kanon vernietigen? Dat zou mooi zijn. Wacht, ik ga het eens proberen, hè? Ja, oh, zo! Dat ding is krachtig. En zie ik daar Gerrit? Wauw! Wow, a bungee jump for a golden spec. Oké, een bungee jump moeten we hebben. Even kijken welke kant we dan op moeten gaan. Volgens mij moeten we dan hier naartoe. Ja. Dit is een bungee hook. We gaan bungee jumpen, wat gaaf. Prima. Oké. Okay. Woehoe! En we gaan diven, let op. Yeah! Yes! Nah. Nou, je snapt nu een beetje het idee van het spel, denk ik. Het is ook echt nooit zo moeilijk uitgelegd spel. Zo, hallo. Hallo, we weten lekker geel vandaag. En die Gerrit mag ook even lekker in zijn slakhuis. Nou, gaan we eens even deze knop indrukken. Push, push, push. Oké, we mogen hier verder lopen. We gaan het beginstukje nog even spelen. Nog een klein stukje doen we. En dan wil ik jullie vragen wat jullie van dit spel vonden. En of jullie graag nog een video zien van SpongeBob. Zo, checkpoint. Oh, kijk eens. Oké, dat is een heerlijk stuk van dat vleesham, weet je wel? Die gozer heeft... Oh! Nou, die ging in één keer kapot. Mooi. En ik pak ook gelijk het onderbroek hierboven. Dat zijn wel echt... dus... Oh. Bam. Super mega combo. Al die namen ook, hè? Prachtig. Daar komt een robot op me af. Waar is die? Wacht, hè? Oh, shit! Hij valt echt 2 keer aan. Die is echt pittig, hoor. Vervelende robots. Komt er nog één? Komt die? Huppakee. We gaan hier naar binnen, naar dit grotje. Komen we hier verder? Moeten we hier überhaupt wel heen? Kijk hoor. Oh, wacht even. Zo. Dit is... Goo. God. Oh, dit is God. SpongeBob en Patrick kunnen niet zwemmen. Dus laat je vooral niet in God vallen. Oh, hij ging weer vanzelf kapot. Wat is dat met die robotten? Die plegen gewoon zelfmoord in deze game. Nou, ik vind het helemaal niet erg. Want dat voorkomt namelijk dat ik een onderbroekje kan verliezen. Zo, deze stuk. Allemaal stuk. Ik wil nog wel heel graag een stukje laten zien in deze game. Want het is echt fantastisch om dat even te laten zien aan jullie. Kijk, er is een teleportbox en dan kan ik weer helemaal terug naar het begin van het level, weet je nog? Waar we dat doosje vonden. Nou, deze machine maakt robots. Eigenlijk oneindig, dus het eerste wat ik moet doen is dit ding vernietigen. Waardoor ik deze knop kan indrukken en deze... Kijk, we hebben weer een gouden spatula gevonden. En voordat ik hem afsluit, video, wil ik nog wel één ding laten zien, want het komt hierna. En dat is best wel leuk om even te laten zien aan jullie. We gaan namelijk op onze tong, ik weet niet of dat hier al is... En anders moet je toch wel 150 likes geven om de volgende video te unlocken. Nee, het is bij deze. Even skippen. Daar gaan we, mensen. Met onze tong glijden we
over deze baan heen. En proberen we alles te pakken. Het enige wat we kunnen doen is springen, zoals je hier ziet. Yeah! Ik probeer alles te pakken. Wat ik nu alweer niet is gelukt. Nee! Oh, die sok! Jongens, ik had die sok moeten pakken daar. Nou mensen, voor een leuke video vergeet geen like achter te laten en te abonneren op het midden van het scherm. En wie weet tot de volgende SpongeBob video. Doei doeg!